weer in Huesca. Spanje is vrij deprimerend. Hier boven het stadion, El Alcoraz, is een flinke regenbui losgebarsten. Maar gelukkig wordt hij straks afgekomen voor een hopelijk opbeurende wedstrijd. De commentatoren zijn vandaag weer Jeroen Guter, hier naast me, en ondergetekende Siert de Vos. We hebben veel zin in deze wedstrijd. Hopelijk wordt het een mooie. En het publiek kan niet wachten op de aftrap. En wij ook niet. Het zijn misschien niet altijd de spannendste wedstrijden, die vriendschappelijke duels. Maar ze kunnen wel degelijk heel nuttig zijn. We kijken nu naar de basisopstelling. Als ik die aanvallende 4-5-1 formatie hier zo zie, nou dan gok ik dat ze vandaag op de counter gaan spelen. Ja, daar is dit een uitstekende formatie voor inderdaad. Bij balbezit kunnen die twee aanvallende middenvelders aansluiten bij de spits. En dan krijg je weer een soort van 4-3-3. Hier zien we de opstelling van het andere team. En die spelen, net als de tegenstander, met een aanvallende 4-5-1. Het is de bedoeling dat de middenvelders veel gaan bijsluiten, zodat die spits niet geïsoleerd staat. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Hij onderschept die paas. Ze laten hem niet met rust. Ze mogen inwerpen. Via die ingreep gaat de bal uit. Inworp. Henry. Op weg naar het doel nu. Dat wordt een inworp. Hij zit er goed tussen bij die pas. Bal over de lijn en inworp. Daar dreigt de gevaar, maar hij onderschept de paas. Daar aan de zijkant ligt de ruimte. Bal naar de spelers in het centrum. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Het schot dan met twee vingers in de neus gered. Dat is toch knap hoor. Want dan kun je dat maar met één hand doen dus. Hij weet het te onderscheppen. Ze fluit niet. Nee, ze geeft voordeel. Met de bal over de vloer. Daar ligt ruimte. Hij was in positie om te schieten.
Maar het is uiteindelijk in het doeltrap geëindigd. Daar is alsnog de gele kaart. Ik dacht even dat de scheidsrechter die overtreding vergeten was. Nee joh, die wachtte gewoon even het voordeel af. Lee. Nou, deze 10 seconden kun je zo op een trainerscursus laten zien. Zo hoor je een bal rond te spelen. Prachtig. Goed van de bal gezet. Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Net naast, maar hij raakte wel heel behoorlijk hoor, die vrije trap. Inderdaad, heel goed genomen. Heeft een beetje geluk, was hij tussen de palen geweest. Onder druk gezet door de tegenstander. Heel sterk die de bal verovert. Nog steeds aan de bal. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. Met ruimte op de flank. Dat is nou goed gebruik maken van het balbezit. Deze moet erin voor de voorsprong. Au, 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 au. Hiermee hadden ze op voorsprong kunnen komen. Maar ja, hij gaat net mis. We zien hier nog eens die goede doelpoging. Dan gaat uit naar die ingreep. Ingooi voor de tegenpartij. Daar krijgt hij ruimte op de flank. Ze mogen een ingooi nemen. Door die actie is hij de bal kwijt. Ongeoorloofde ingreep, zegt de scheidsrechter. Een vrije trap dus. Sterk hoe hij die bal verovert. Nog 2 minuten extra speeltijd. Ze profiteren van deze pass. De scheidsrechter fluit af. Tijd voor een lekker bakje thee. Aftrap tweede helft. Daar gaan we.
op weg naar het doel nu. Maar er wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Kort genomen. De scheidsrechter hanteert de voordeelregel. Dat is correct. Goed hoor. Nee, toch niet. Het voordeel houdt niet over. En zo klinkt alsnog het fluitje. Nog geen gele kaart. Ze houdt het bij een waarschuwing. Slingert die bal in de 16. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel toe dribbelt. Deze kans moet erin. Oeh, zonde van die kans. Zal er kunnen voorkomen hier. Ja, dit soort kansen, die moet je gewoon verzilveren. Hoe kun je zo'n mogelijkheid nou laten liggen, zeg? Lee. Blijft richting doel marcheren met die bal. Die gaat er uitstekend in. Een fantastisch hulpmiddel, deze doellijntechnologie. Het is duidelijk te zien dat de bal in zijn geheel over de lijn is geweest. Ja, want anders was die goal misschien helemaal niet geteld. In eerste instantie had ik ook mijn twijfels. De score is geopend. Het is 1-0. De dader van die overtreding heeft al een gele kaart. Ze gaan een andere speler proberen. Henry. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Zet verder door. Hij schiet op doel. Het was geen hele grote kans, maar deze poging was zeker de moeite waard. Ja, maar ja, gewoon proberen. Je staat voor en je kunt het nog mooier maken. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Deze week is er weg. De bal wordt ingeleverd. Ah, er wat ruimte nu op de vleugel. En
verliest de bal. Lee. Blijkbaar stond ze nipt buitenspel. Er komt een wisselspeler in het veld. Henry. Hoe raak je hem kwijt? Hele fraaie steekpaas door de lucht. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans verkeken. Die actie is niet toegestaan. Dat wordt een vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. Misschien is dit wel de laatste aanval van deze wedstrijd. Op zoek naar die gelijkmaker. Daar is het schot. En gekeerd door de doel. Ze gaan het doen met een speler van de bank. Hij neemt hem kort. Bal opnieuw achter. Nog een corner. Niet voorgezet, maar kort genomen. Hij probeert hem te plaatsen, maar dat loopt helemaal mis. Ja, op de een of andere manier raakt hij de bal al helemaal verkeerd. Hij belandt niet eens in de buurt van het doel. Op de klok zien we dat er nog 7 minuten te gaan is. Brengt deze aanval dan de kans op de gelijkmaker? De tijd dringt. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. En nu kan hij gelijkmaken. Kijk eens, de bal zit erin. Ze maken toch nog de gelijkmaker. Nou, die bal die mag er eigenlijk niet in, zo in de korte hoek. Die moet voor de keeper zijn. Hier, de herhaling wijst dat eigenlijk ook uit. En het staat weer gelijk. 1-1. Ze gaan nog steeds voor de winnende goal. Misschien is dit een mogelijkheid. Raken de bal kwijt. Ja, kans voorbij. Het is geen prettige situatie voor die speler. Laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. Het lijkt op een blessure na die tackle. Schepping.
De reguliere speeltijd is voorbij. De stand is gelijk.